Ik ben Gijs. Vandaag wil ik jullie graag iets laten zien van ons klantenportal. Het Explora Service Informatiesysteem, afgekort het ACES. Dit klantenportal, wat binnen Explora zelf ontwikkeld is, draait al vele jaren naar grote tevredenheid bij zowel het zelfstandige autobedrijf, de grotere dealerorganisaties en de bandenfitters. Door middel van het ACES willen wij u als relatie zoveel mogelijk digitaal ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het maken van een serviceverzoek of het bestellen van onderdelen. Ook geven we advies om mogelijke storingen te voorkomen. De meeste documentatie, zoals een handleiding en een onderdeeltekening, zijn in het ACES beschikbaar. De benadering is mogelijk via een PC, maar er is ook een mobiele versie. U zult begrijpen dat we er best een beetje trots op zijn. Kijk maar eens wat we ervan hebben gemaakt. Na het inloggen via de PC komt u allereerst op een pagina waar de actieve serviceverzoeken worden weergegeven. U kunt hier zien wat de status van het verzoek is. Zodra deze gepland is, is de verwachte bezoekdatum zichtbaar. Is er al een bezoek geweest van onze technicus, is door op het verzoek te klikken zijn afmeldtekst te lezen. Gebruikt u vervolgens het kruisje, dan landt u op de tekening van de werkplaats. Hier is alle apparatuur zichtbaar waar Explora service aan verleent. Daar waar geen werkplaatstekening beschikbaar is, zal er een lijst zichtbaar zijn van alle apparatuur. Het navigeren is mogelijk vanuit beide opties. Links op de pagina ziet u de knoppen die navigeren naar de verschillende mogelijkheden binnen de werkplaats, zoals de facturen bekijken, de controlerapporten van de machines die opgenomen zijn in een onderhoudscontract, en er is een mogelijkheid om zelf apparatuur toe te voegen. Deze apparatuur zal niet door Explora geserviced worden, maar hiermee bieden we wel de mogelijkheid om al de te keuren apparatuur op één plaats te managen. Onderaan vindt u de knop Calibra. Calibra is een externe keuringsinstantie die ook hun keuringsrapporten opslaan in het ACES. Klikt u vervolgens in de apparatuurlijst of op de werkplaatstekening op een machine, dan krijgt u links de opties die specifiek zijn voor de geselecteerde machine. We lopen ook hier de meest gebruikte functies even door. De eerste twee gaan over de machine, het serienummer en de leverdatum. Onder de derde knop is het controlerapport zichtbaar van de machine, mits een onderhoudscontract. De vierde knop is voor het maken van een serviceverzoek. Bij het openen van deze pagina zal er eerst een pop-up verschijnen, met de suggestie om zelf het een en ander te controleren. Door middel van de gekleurde stippen geven wij gelijk aan wat de courantheid van de machine is. De courantheid kan bepalend zijn voor de doorloopsnelheid van het serviceverzoek. Na het aanmaken en indienen van het serviceverzoek zal deze in behandeling worden genomen. Hiervan krijgt u vervolgens een bevestigingsmail. Na deze bevestigingsmail is het serviceverzoek te volgen. U gaat naar Service in de rode bovenbalk en vervolgens naar Actueel. Een stap lager vindt u het logboek. Na het openen zijn de historie en de gemaakte kosten van de geselecteerde machine zichtbaar. Een van de knoppen die ook regelmatig gebruikt is, is documentatie. Hier is in veel gevallen de handleiding en de onderdeeltekening van de meeste door Explora geleverde machines te downloaden. Zoals u zult zien zijn er nog meer functies beschikbaar, waaronder de eerste hulp en preventief, waar we bijvoorbeeld de werkwijze tonen om een nooddaalprocedure uit te voeren, onderhoudsadvies geven, dit bij sommige machines zelfs door een filmpje. Op machineniveau zijn direct slijtdelen te vinden en te bestellen. Het ACES is op dit niveau ook mobiel te benaderen. Omdat het een beeldformaat beperkt is, hebben wij hiervoor de meest gebruikte functionaliteiten ondergebracht. Zoals het maken van een storing, bestellen van onderdelen en de handleiding raadplegen. Om alle mogelijkheden van het ACES te laten zien, zou deze informatievideo te lang gaan duren. Daarom is er een demoversie beschikbaar op www.acesis.explora.nl. Hier zijn alle functionaliteiten van het ACES nog eens rustig te bekijken. Hier kunt u ook uw eigen inlog aanvragen. Bedankt voor het bekijken van deze video en veel succes met het gebruik van ACES.